want toen dacht ik van, het kan vriezen en dooien. Maar als je uitglijdt, dan ben je te laat met strooien. De Chinese wijsgeer Lao Tse schrijft eens, als je je vijand kent, verlies je nooit een oorlog. Onze wereld is in pakweg 20 jaar sneller veranderd dan de eeuwen daarvoor. De opkomst van de mobiele telefoon, internet, applications, sociale media, Facebook. Veel profeten voorspelden dat de klant zich ook virtueel zou bewegen, werden door de meeste retailers tijdens verjaardagspartijtjes gekruisigd, voordat het Pasen was. De algemene teneur in retailland was onzin, doet men nooit. Of erger nog, daar wil ik niets van weten. Het wordt toch niets. Men sloot de ogen voor de veranderende maatschappij. Terwijl dit eigenlijk een hele vreemde paradox is. Privé was men wel op internet aan het surfen. Mobiele telefoon, zakelijke pinapparaten, barcodescanners, RSI-fiets accepteerde. Maar de werkelijke impact van de digitaliserende wereld werd enorm onderschat. Een van de fouten die ondernemers gemaakt hebben en nog steeds maken, is dat ze denken en dachten dat een winkel een place to be was. Maar het laden van het merk met emotie, beleving en zorgen voor een community around the brand komt in de retailmarkt bijna niet voor bij de individuele ondernemer. Geen tijd is het excuus. Maar als ik u een pak een beet op 5 voor 6 bel en tegen de winkelier zegt van, ik zou graag nog een wasmachine en droog en een strijkplan kopen. Dat ik onderweg ben, maar helaas pas 17:15 daar kan zijn. Dan blijft u toch wachten op die klant. Of deelt u hem koeltjes mede dat u vanaf morgen weer 9 uur open bent. De laatste ondernemer mag mijns inziens niet het predicaat ondernemer dragen. En dat lijkt me een carrièreboef zeer aan te bevelen. De ondernemer die wacht op de klant is nog te redden. Maar er moet er wel veel veranderen. Alleen de winkels, merken die hem of haar iets extra's brengen in de vorm van beleving, status, gemak, noem maar op, hebben wat dat betreft de toekomst. Generalisten zijn nog steeds nodig. Maar niche-markten kunnen heel aantrekkelijk blijken. Hebt u van uzelf als ondernemer wel eens een SWOT-analyse gemaakt? Wie heeft dat wel eens gedaan? Nou, het zijn een paar. Laat ik me niet vragen wie een sterke zwakte-analyse gemaakt heeft van zijn eigen winkel of van zijn eigen diensten. Hoewel de overheid blijft trompeteren dat het midden- en kleinbedrijf, dus ook de detailhandel, de kurk is waarop dit moerasland op dit moment drijft, is innovatie en daadkracht en durf bij alle gelederen binnen de overheid minimaal aanwezig. Dit soort uitspraken is bijna een containerbegrip geworden. Men lijkt wel op een onderneming uit de booming jaren 90 tot 2008. Waar shareholders value en bonussen hot items waren. Men blijft maar bezuinigen nu. In feite geen daadkracht. En men loopt achter de feiten aan. Het lijken wel echte ondernemers. De sluitende begroting regeert. Het terugdringen van het overheidstekort beheerst het nieuws. Het gesteggel over de hypotheekrenteaftrek gooit nog meer zand in de gelederen. Onze en uw klanten zijn bang over hun toekomst. En dan gaat de deur en de portemonnee op slot. Bestedingen lopen terug en de negatieve spiraal is een feit. Maar is er dan helemaal geen uitweg die ons doet ontsnappen aan deze Butiaanse tunnel zonder vluchtstrook? Jazeker, er worden nog steeds goederen gekocht. Maar de veel eisende klant wil meer dan alleen televisie, badkamer en sieraden. De klant zit in deze onveilige wereld thuis. Faith Popcorn schreef een boek, het einde van de vorige eeuw, met de titel Cocooning. Kortweg gezegd, de burger kiest voor My Home is My Castle. Merken komen alleen maar binnen als ze passen bij de lifestyle en de waarden en normen van de individuele klant.
U kunt dus denken, dat is lastig, want zoveel zinnen, zoveel meningen. Maar de ultieme droom van elke marketeer was en is toch een succesvolle band één op één met de klant. Of het nu gaat om business to business of business to consumer. De kansen zijn er nu. Maar de gemiddelde retailer laat deze kansen helaas liggen. Even terug naar wat ik zojuist zei over de aarzelende overheid. Natuurlijk is daar altijd het politieke element van de besluitvorming en de daadkracht die een ernstige hinder vormt. Aan de andere kant, voor alle duidelijkheid, ik pleit niet voor een ongebreidelde wildgroei, maar wel voor een verschuivende overheid. Zij moeten niet alleen facilitator zijn voor vergunningen, belastingenheffing, maar moeten mede de regie nemen om de ontwikkelingen van morgen, vandaag te realiseren. Dat kan het college van BMW niet alleen. Daarvoor moet ook een raad zijn die ondernemend en vooruitstrevend is. Je kunt namelijk de top halen met vallen en opstaan, maar je kan ook kiezen door op te staan en op te vallen. En dat is wat Baren nodig heeft. Staan en opvallen. De merkwaardige Barense opvatting over de Noordschild versus de Laanstraat, Zeekoord Centrum en vice versa, zorgt voor een legitimatie om veranderingen en herpositionering en een florerende middenstand tegen te houden. Helaas is het niet alleen de politiek die deze legitimatie omarmt, maar ook de betrokkenen in de gebieden. Dat kan niet. Dat lukt niet. Het gaat ons geld en omzet kosten. Big is not beautiful. Gooi er maar eens een onderzoekje tegenaan. Maar het kost geld. Hoe weten we zeker dat? Als het nu niet goed uitpakt, wat dan? Wie zorgt er dan voor ons? Allemaal droge redenen die wisselend worden ingezet om uiteindelijk nauwelijks of niets te doen. Mooi Baren, over een paar jaar is mijns inziens een gemeente waar de vooruitgang zichtbaar is gemaakt. Waar met behoud van de kernwaarden van Baren dynamiek is geïmplementeerd. If you can't beat them, join them. Wij zien dat aantrekkelijke gemeentes, winkelgebieden in de regio, ik noem maar even Laren als voorbeeld, nu worstelen met leegstand, minder bestedingen en het verlies van identiteit. Als dat zo doorgaat, dan heb je alleen nog maar de Poffertjeskraam, het restaurant Malven, het Bonte Paard als enige publiekstrekker. Als je dat 5 jaar geleden had aangekondigd, had men je met pek en veren overladen over de brink gejaagd. Er zijn dus kansen, heel veel kansen voor vorstelijke Baren om zichzelf als zodanig op de kaart te zetten. En onze regio de nieuwe hotspot van Nederland te laten worden, van winkelend Nederland. Ik sprak eens met een filosoof en hij vroeg mij of ik bereid was om naakt van de Eiffeltoren te springen. Nee, natuurlijk niet. Hij legde mij uit dat ik vanuit mijn beperkingen reageerde. Zo'n Pavlov-reactie heeft iedereen. Overheden, winkeliers, beleidsmakers, economen. Hij gaf aan altijd ja te zeggen tegen elk voorstel. Maar dan er de vraag aan te koppelen, hoe? Hoe gaan wij dat doen? Naar het antwoord op hoe, dan nam hij pas de beslissing. Wij zeggen te vaak nee. Nee tegen nieuwe kansen en mogelijkheden. Omdat we bang zijn voor de hoe-vraag. De vraag beantwoorden vraagt durf, lef en levert moeite op. Daar zijn bijna alle spelers het economisch krachtenveld van de gemeente tot aan de detailisten bangs van. We hebben het druk genoeg, dus even niet. Professor Molenaar zegt terecht, zie de signalen, wijzig de koers, zoek oplossingen, zoals de huurprijs van de winkelvloer gekoppeld aan omzet. Maar beweeg. Bewegen is dynamiek. Als je ziet dat grootschalige retail in onze gemeente aan onze neus voorbij gaat, Amersfoort, Hilversum, onze directe concurrenten. Gaan we eens naar Hilversum op zaterdag en ervaar de parkeerproblemen, bereikbaarheid, de leegstand van de vernieuwde Hilvershof, de verrommelde groest. En toch praat men daar met grootschalige retailformules.
Door de unieke ligging van Baren, zijn vorstelijke positionering, die helaas nog in de kinderschoenen staat, maar veel kansen biedt om uiteindelijk Baren tot de nieuwe PC-hoofdstraat van Nederland te laten worden. Het wordt onvoldoende uitgenut. In mijn nieuwjaarsrede als voorzitter CPB heb ik gepleit om een lobbyist in te huren om dit mede te realiseren. En professor Moda heeft het over de city manager. Maar er moet iets gebeuren. Hoe zie ik de ontwikkelingen? Wat is naar mijn mening de oplossing om de Baarnse parels verder uit te nutten? Je zult een tweesporenbeleid moeten inzetten. In de eerste plaats moet men de durf hebben om knopen door te hakken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Realiseren de verantwoordelijken zich dat voldoende? Of heeft men de gedachte na ons de zondvloed? Dus we zullen de B-locaties in het centrum verder moeten afbouwen. De bestemmingen van de winkelpanden soepel veranderen of verdere verloedering tegen te gaan. Het clusteren van de activiteiten op de kern van de Laanstraat. Het bewaken en ontwikkelen van een goed parkeerbeleid. Het loslaten van de visie dat grootschalige retail op de Noordzeel het centrum van Baren doodmaakt. Integendeel is mijn visie. En de visie is niet exclusief te mijnen. Integendeel. De bekende Spaanse professor Diego Nuanzo schreef al in 1994 in zijn boek Ondernemen op pagina 215 dat de bestaande ondernemers en hun plannen met wantrouwen worden bejegend. Maar dat men opvallend, vriendelijk en welwillend is voor nieuwe ondernemers. Zoals men ook vriendelijk is voor jonge soldaten die naar het front gaan en niet weten of die ooit zullen terugkeren. Combineer het Laanplein met de Noordschil. Maak van de Noordschil de Baarnse boulevard van grootschalige retail een plaats krijgt. En combineer dat met het Laanplein. Op diverse manieren is die koppeling te leggen. Fysiek, door middel van electric moves in de virtuele wereld. Gezamenlijke inkoop en sale via het internet en koopsite vorstelijk Baren. Organiseer e-commerce afhaalplekken binnen Baren. Zet als ondernemers met elkaar een gemeenschappelijke bezorgdienst op. Want waarom zou je een bezorgapotheek ook niet de puzzel kunnen laten bezorgen? Zie de geweldige kans om door gezamenlijk op te trekken, het serviceniveau verder te verhogen, de kosten te verlagen, nog los van het milieueffect. Baren moet als positionering toerisme in de meest brede zin kiezen. We hebben unieke proposities beschikbaar voor de verwende consument. Van historie, cultuur en natuur. Is er al gebeld met de NS, die sinds 28 januari op haar site Koninklijke Wachtkamer van Baren met een 360 graden foto aan de bezoekers laat zien? Staat er al een button op Vorstelijk Baren? Staat deze mogelijkheid al op de site van Vorstelijk Baren? Actie en daadkracht. In de voorfase van het bestemmingsplan Drakenburggracht zit een hotel en wellnesscentrum. Dat levert meerdaagse toerisme op. Notting Hill in Londen bestaat bijna alleen bij de gratie van toerisme. Daar zijn aantrekkelijke nichewinkels, boutiques, eetgelegenheden geschapen in combinatie met zaken zoals dagelijkse boodschappen en dergelijke. Denk out of the box en ga eens na of er tegen de huidige gevels in het centrum niet een historisch verantwoorde extra gevel te plaatsen is, die past bij Mooi Baren. Voor sport is ruimte, voor sport retail is ruimte in Baren van minstens 3000 vierkante meter. Ik heb het laten uitzoeken. We hebben in Baren een topwinkel op skigebied. De kunst is om die kennis te combineren met een grootschalige retailer en dan heb je een win-win situatie. We hebben in Baren een aantal fietsenzaken. Waar zijn de servicepunten te vinden voor de gestrande toerist op Barenweg? Organiseer gezamenlijk een hulpdienst, bijvoorbeeld 0900 Bike Baren, en je hebt een tevreden klant. Of als je verder durft te gaan, sluit je aan bij een landelijke keten die de inkoop en de promotie voor je regelt, die een goed verhaal op internet heeft, die een goed trackrecord heeft. Of doe de verkoop gezamenlijk op de Baarnse boulevard en zorg dat de servicepunten in Baren optimaal worden uitgenut. Als je kijkt naar de wit- en bruingoedsector in Baren, dan hebben we een beperkt aantal aanbieders. Door een uitstekende service hebben zij nog bestaansrecht.
Maar het zal steeds verder afnemen. Echter, Wekamp stuurt ook een monteur mee tegenwoordig. Wees Amersfoort en Hilversum voor. Haal een Mediamarkt of een BCC naar Baren. En ontwikkel met de lokale retailers, want dat is absoluut een voorwaarde, een unieke samenwerking die een stevig extra fundament legt onder deze bedrijven. Laten we eens kijken naar wat cijfers in Baren. 24.300 inwoners. Trek daar de 1500 inwoners van de zorginstellingen vanaf. Het relatief hoge aantal ouderen. En er blijft aan echte koopkracht relatief weinig over. Het heeft in ieder geval het grote risico in zich dat het zich gaat verkleinen. Door breed in te zetten op Vorstelijk Baren als toeristisch brandpunt in de regio, in Nederland unieke evenementen te organiseren, zoals het grootste staatsbezoek alle tijden, wijn-events gekoppeld aan unieke producten die alleen maar de volgende week te krijgen zijn, in Vorstelijk Baren is altijd wat aan de hand. De verwachting van de Barense boulevard qua bezoekersaantallen is minimaal 1,5 miljoen mensen per jaar. Zeker met grootschalige retailformules. Maak de juiste combinaties met het centrum. Onder andere vanwege een aantrekkelijk aanbod van horeca. En voilà, je hebt een prachtige kruisbestuiving. Als een vrije combinatie zou de suggestie van professor Molenaar om Pieks Koetsjes in te zetten daar een uitstekende rol in kunnen spelen. Een exploitant van een megabioscoop zou graag met de gemeente Baren en Rijkswaterstaat willen praten om op het Rijkswaterstaatterrein een complex te bouwen wat past in de look en feel van Baren. Prognose 600.000 bezoekers of 1 miljoen bezoekers per jaar. Met weer een slimme combinatie van ICT-technieken is op de achterkant van de sigarenbelt uit te rekenen wat het aan de ondernemers van Baren zou kunnen opleveren. Eerder in deze voordracht sprak ik al over Space Popcorn, Cocoonie, de terugtrekkende klant. De trend zet zich voort. Maar heeft van alleen internetshopping de toekomst? Nee. De mens zoekt in de virtuele wereld naar fysieke momenten en wil dat ook beleven. Als Baren dus de verwende consument nieuwe ervaringen, belevingen kan bieden, dan gaat men eruit. Men gaat de natuur in. Entertainen, kunstshopping. En dat gecombineerd levert succes op voor iedereen. Dat een eco-supermarkt ergens nu in het bos staat, is wat vreemd. Er is ruimte in het centrum voor zo'n initiatief. De boslocatie zou je moeten inzetten voor educatie en entertainment. Een zaak als Action zou best naar Baren. Mits de huurprijzen niet te hoog zijn. Maar ook andere ondernemers willen dat graag onder dezelfde voorwaarden. Even hard wakker worden voor de eigenaren van vastgoed, zeker projectontwikkelaars. Maar de huidige huurprijzen zijn niet meer van deze tijd. Koppel omzet aan huurwaarde. In elk geval, het is het waard om het te onderzoeken. De aannames van toen gelden niet meer. De discussie over koopzondagen en openingstijden zijn niet meer van deze tijd. Niet de detailist of de politiek bepaalt, maar het is de eindconsument. Wat ik in mijn eigen bedrijf op dit moment zie, dat de zaterdagomzet zat vroeger hier en de zondagomzet zit hier. En op dit moment is het al, de balans is al omgeslagen. Het is de consument die het bepaalt en dat zijn gewoon de harde feiten. Loyaliteit is naast goede service, een klantgerichte instelling, ook bereikbaarheid en beschikbaarheid aanbieden. Want niet als wij als ondernemers kunnen dat bepalen, maar dat doet de klant en doen wij het niet. Dan gaat de klant wel naar een ander. Dat de Barense specialisten, winkeliers in Baren, bezig zijn met initiatief www.nlstreets.nl, waar wij als Nijhof ook enthousiast bij betrokken zijn, is een voorbeeld van je niet laten leiden door de belemmeringen, maar zoeken naar oplossingen. Het hoe-vraag benadering in optima forma. Dames en heren, ik ga het afronden. Duidelijk is dat samenwerking belangrijk is en nog belangrijker wordt. Dat de raad en het gemeentebestuur voorwaarden moet scheppen voor initiatieven. Dat het denken in A versus B moet worden omgezet in AB. Dat de hoe-vraag voor ondernemers belangrijk is. Dat wij kennis met elkaar delen. Kortom, Vorstelijk Baren mag niet een lege huls blijven, maar moet worden geladen met entertainment, beleving, passie, visie en emotie. Het scheppen van een community,
Door onder andere het inzetten van tools zoals www.nl, streets.nl, Facebook en andere applicaties is ook zo belangrijk. Dat angst een slechte raadgever is. Dat toerisme en het bevorderen ervan en het uitnutten van onze natuurlijke topics nog beter moet. Dat het hebben van grootschalige retail of entertainment niet de dood in de pot betekent voor het centrum. Visie is de kunst van het zichtbaar maken, zei Brent Borsten eens tegen mij. Wat de boer niet kent, lust hij niet. Godfried Bomans schreef al eens in de jaren 70 van de vorige eeuw: de Nederlander zal steeds meer gaan reizen en de wereld ontdekken. Maar ik voorspel dat je voor de Nederlanders culinair niet verder mag gaan dan Venlo. We kunnen dus elke dag een symposium houden over mooi waren, plannen maken, onderzoeken laten verrichten, rapporten maken, maar het gaat om de kunst van het zichtbaar maken. Een duidelijk doel en strategie voor beleidsmakers, inwoners en toeristen. Dat is staan en opvallen. De tijd van doen maar gewoon, die tijd is voorbij. Ongewoon doen, kwaliteit leveren, beleving en emotie. Ongewone verbindingen zoeken. Dames en heren, het is 11:58. Samen aan de slag. Angst is een hele slechte raadgever, want de beste weg door de problemen heen is gewoon rechtdoor. Dus geen nee zeggen vanuit een begrijpelijke Pavlov-reactie, maar de hoe-vraag proberen te beantwoorden. Dank u wel voor de aandacht.